We hebben gezien dat de frustratie en de ontevredenheid in de Britse kolonie in Noord-Amerika toenam door het onbuigzame beleid van die Britse koning. Denk even terug aan No Taxation Without Representation en die Committees of Correspondence die werden opgericht. Nou, dat leidt uiteindelijk tot de Amerikaanse onafhankelijkheidszorg. Die is gebaseerd op verlichte ideeën en het is een democratische revolutie met als gevolg bijvoorbeeld ook een grondwet. Dus daarom dat deze kenmerken aspecten erbij horen. Oké. Okay. Want in juli 1776 is de maat echt vol voor die Britse kolonie. Ze hadden al een parlement opgericht en daar werd nu besloten in dat parlement om zichzelf onafhankelijk te verklaren. De Declaration of Independence werd uitgegeven, zoals we hem hier ook zien. En je kunt je voorstellen dat die Britse koning daar niet blij mee was en dat leidde dus ook tot een onafhankelijkheidsoorlog. Nou, hoe die hele oorlog verloopt, daar gaan we nu niet te diep op in. Dat hoef je nu niet te weten. Dat is weer een heel verhaal op zich. Uh, we moeten wel even de persoon van George Washington noemen. Hij is een generaal in het Amerikaanse leger en hij wordt uiteindelijk de leider van de opstand. En hij wordt de leider niet alleen omdat hij zo'n goede generaal is, maar ook omdat hij uh, heel slim gebruik maakt van het pamflet Common Sense, geschreven door Thomas Paine, ook een verlichte denker. Want dat uh, pamflet dat haalt hij voortdurend aan in zijn toespraak, als hij, als hij mensen toespreekt. En het is dus even zinvol om even naar dat uh, pamflet ook te gaan kijken. Common sense, gewoon je gezond verstand eigenlijk uh, gebruiken, dat is wat Thomas Paine zegt. En hij zegt, van, ja, als we nou eens ons gezond verstand gebruiken, als we rationeel gaan kijken naar de situatie in Noord-Amerika, van die Britse koloniën, ja, dan, dan slaat dat helemaal nergens op. En eigenlijk is dat hele pamflet is gewoon één grote rechtvaardiging waarom uh, die kolonie in opstand mochten komen en waarom ze eigenlijk ook onafhankelijk mogen worden van uh, dat Britse Rijk. Nou, even een paar dingetjes eruit om je daar een beeld van te geven. Thomas Paine zegt bijvoorbeeld uh, dat, dat die Britse koning, die George Derde, dat, dat is een bruut En uh, die, die gedraagt zich ook als een bruut naar die kolonisten toe. Ja, waarom zou je die moeten gehoorzamen? En sowieso zijn die kolonisten geen enkele koning iets verplicht, want ze zijn in de nieuwe wereld terecht gekomen. En het grote continent Amerika kan dan toch ook niet door een klein eiland zoals Groot-Brittannië worden geregeerd. Nou, al dat soort staken staan er dus in common sense. En George Washington maakt er dus veel gebruik van. Ja, dat vindt veel gehoor onder uh, die kolonisten. En daardoor wordt Washington dus een populaire leider. Onder nou, onderleiding van George Washington lukt het ook om onafhankelijk te worden. Dit is een oorlog die ongeveer zeven jaar duurt. Maar uh, uiteindelijk krijgen de Verenigde Staten van Amerika, want zo gaat dat nieuwe land heten, de VS, die krijgen een grondwet die gebaseerd is op die ideeën van de verlichting. Hè, dus dat zag je eigenlijk al terugkomen in die onafhankelijkheidsverklaring. Daarin uh, werden al de natuurrechten genoemd, waar die John Locke ook heel belangrijk vond, die ik daar weer even heb staan. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld dus ook dat het een federale staat wordt. Er wordt heel goed nagedacht over uh, hoe de machtsverhoudingen moeten zijn, waar de macht precies moet liggen. En het wordt dus een federale staat. Dat betekent dat er een federale regering is in de hoofdstad Washington. Nou, drie keer raden waarom die stad zo genoemd wordt. En uh, dat is eigenlijk ook zoals wij het tegenwoordig kennen. Als wij over de Verenigde Staten nadenken, dan, dan, dan zien wij vooral de Amerikaanse president in Washington, met zijn regering in Washington. Maar die hebben uh, eigenlijk in die Verenigde Staten maar beperkte zeggenschap. Want die uh, zijn dus, uh, houden zich dus bezig met het buitenlands beleid. Die, die, die zorgen er ook voor, uh, de, voor de Amerikaanse defensie, voor het Amerikaanse leger. Die zorgen voor uh, centrale belasting en economisch verkeer tussen die verschillende staten. Uh, maar die staten zelf, die hebben ook heel veel eigen zeggenschap. He, dus iedere deelstaat die heeft een eigen regering en een eigen parlement en die mogen dus zelf over hun onderwijs beslissen. En die hebben een eigen politieapparaat en die hebben hun eigen rechters. En het beleid van staat tot staat kan dus heel erg verschillen. Daarom heeft de ene Amerikaanse staat nog wel de doodstraf en de andere niet. Dat wordt dus niet op nationaal niveau geregeld door die federale regering. Nee, dat mogen de deelstaten zelf bepalen. In de Verenigde Staten is er dus ook niet zoiets als een landelijk eindexamen zoals wij dat hebben, want dat wordt allemaal op staatsniveau geregeld. Maar hier is dus goed over nagedacht om ervoor te zorgen dat de macht goed verdeeld wordt. En een ander uh, verlicht idee wat terugkomt is die trias politica, die scheiding van de machten van Montesquieu. Je ziet hem daar rechtsboven er weer bij verschijnen. En dus in die uh, wetgevende, die uitvoerende en die rechtsprekende macht. Nou, de wetgevende macht die, die, die komt in handen van het congres, zowel het Nationale Congres in Washington, als voor iedere deelstaat. En uh, de uitvoerende macht die komt in handen van de president, hè, als, als, als hoofd van de regering, samen met zijn uh, ministers bepaalt hij het beleid in de Verenigde Staten. Ja, en dan die rechtsprekende of die rechterlijke macht, dat is uiteindelijk het, het hoge rechtshof, of die hebben daar het allerlaatste woord in. Ja, en zo zijn die Verenigde Staten van Amerika het eerste land in de wereld dat na een democratische revolutie uh, zijn land, zijn staat zo verlicht mogelijk in gaat richten. Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar we zullen gaan zien dat dat in de praktijk lang niet altijd gebeurt.